De oversteekplaats op de Oude Groene Straat in Nijmegen-Noord is onoverzichtelijk en gevaarlijk. Dat vinden de Partij van de Arbeid, VVD, en de Stadspartij DNF. De drie partijen hebben daarover vragen gesteld aan het college van BMW. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor veilig verkeer en daarom vragen de partijen om maatregelen. Nog even snel voor de bus langs, rakelings tussen voetgangers door en parkeren voor de winkeletalage. Dagelijks lappen fietsers de regels aan hun laars en fietsen door het Nijmeegs centrum. Dit jaar werden er al zo'n 500 boetes uitgedeeld. Maar een uurtje fietsers tellen doet vermoeden dat dat veel meer boetes hadden kunnen zijn.